We hebben, u heeft net aangegeven dat we over zeer acute zaken moeten praten. De minister van Jespol is net ingegaan op het bezoek van zijn collega, de heer Weerwin. Weliswaar is de minister niet echt ingegaan op de uitnodiging of hoe het programma is. Maar van hieruit wil ik als nazaat van de tot slaafgemaakte het wel duidelijk stellen dat ik en nog vele andere nazaten tegen het feit zijn dat 19 december, als dat op uw agenda staat van Nederland, hier excuses worden aangeboden. Wij nazaten van tot slaafgemaakte zullen dat niet accepteren. En u als nazaat moet dat ook niet accepteren, minister. Dus ik hoop dat u dat meeneemt. Verder, heel erg belangrijk, minister, voorzitter, en ik wil een voorstel hier doen. Dat voordat het parlement met reces gaat in december, dat de regering ons komt uitleggen wat er zal gebeuren. De mensen kunnen niet meer, voorzitter. Ik denk dat u deel bent van die samenleving. Wij allemaal de mensen verzuipen. Sociaal, qua gezondheidszorg, het gaat absoluut niet goed. En we kunnen hier niet steeds praten over bijzaken, terwijl de meest nijpende problemen niet worden besproken. En ja, dan krijg je gevoelens van ja, het gaat niet goed, we kunnen niet, wat moeten we doen? Dus voorzitter, desmano mamoro, Surinamers kunnen niet meer. We vragen ze om door te bijten, maar echt waar. Het leven wordt met de dag duurder. Als je in de winkel gaat, je wordt helemaal crazy van die prijzen. En wanneer je steeds vraagt, wat gebeurt er? Niets. Gezondheidszorg, vreselijk. Het is triest wat er gebeurt, voorzitter.